Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook een heel mooi arrangement maken. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Het kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En je helpt mij groeien, dus dat zou ik echt super leuk vinden. En heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Het pakket bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder het kopje cursuspakketten. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel dat dan op Facebook of Instagram. Of laat een review achter op Google. En maak elke maand nog eens kans op een shoptegoed van 15 euro. Dus dat is altijd alleen maar leuk. Goed, we gaan nou echt gauw aan de slag. Ik heb een hele mooie ondergrond. Zoals je ziet een natuurlijke boot. Hij is wel wit geverfd, maar echt super mooi. Hier doen we als eerste even een stukje folie in, want hij is niet helemaal waterdicht. En hierin gaan we oase doen. Ik haal er even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. De oase heb ik al nat gemaakt. En ik ga de oase nu op maat erin stoppen. Dan ga ik eerst eventjes weer een baas maken met mooie asparagus. Heel mooi sierlijk altijd. Dan heb ik een hele mooie allium. Kijk hoe prachtig. Super mooi. En die geef ik een plekje in het midden. Dan heb ik prachtige wax. En die verdeel ik ook op het stuk mee. Dan heb ik mooie roosjes. En ook deze verdeel ik over het stuk. En de laatste doe ik een beetje schuin, zodat het mooi afloopt met het stuk. Dus het meeloopt met de boot. Dan gebruik ik mooie disteltjes. De basis is al echt heel mooi en je kan natuurlijk het stuk laag houden. Is ook heel mooi bij deze ondergrond. Maar het is ook heel mooi om met hoogtes te spelen. En dat is wat we vandaag gaan doen. Daarvoor gebruik ik Scabiosa en Crasperia bolletjes. Zorg dat je goed let op de verdeling. Als eerste breng ik de Scabiosa bolletjes op een hoogte aan in het stuk. En hij wordt al gelijk een heel stuk speelser. En dit doe ik ook met de Crasperia. En die zet ik net eventjes een tikje hoger. Een heel klein beetje. En dit doe ik ook met een paar roosjes. Ik haal daarbij het blad eraf.
ik nassusbolletjes. Hier haal ik het zand even vanaf. Dan prik ik er een stokje voorzichtig onderin. En verwerk deze ook recht op in het stuk. Dan vullen we de rest van de zijkantjes op met mos en dit zetten we vast met een krammetje. Let even op dat je de asparagus er niet bij in vastklemt. Dan gaan we nog eventjes een extra touch toevoegen door leuke curly takken. Deze zijn flexibel en kun je echt heel leuk verwerken. Hierdoor gaan we nog meer diepte creëren in het stuk en maken we het stuk net even iets aparter. Ik steek het begin eventjes in de oase en ik wikkel deze om het stuk heen. En je kunt gelijk al zien wat hij doet. En het is flexibel en er zit een soort ijzerdraadje in, dus je kan het gewoon bewegen en op die manier ook vastzetten. Dit doen we ook via de andere kant. En het leuke is dat dit standaard dus op een voetje staat, waardoor je dit heel leuk kan aanbrengen. En soms kan je hem even vastzetten met een krammetje als hij dan net wat mooier uitkomt. Dat vind ik nu wel. Vaak knip ik het uiteinde net even af, want dan kun je dit net iets beter in de oase steken. Dan kan je, mocht je dit willen, nog even extra kwartelaartjes toevoegen. De een houdt er van, de ander houdt er niet van, maar ik vind hem nog wel net even afmaken. Dus kun je dus eventueel extra bijbestellen. En ik vind het leuk om de eitjes heel te gebruiken, maar ook stukjes. Dat vind ik ook altijd een leuk effect geven. En wat ook heel leuk is, om dan net een half eitje bovenop je Crasperia of je Scabiosa te doen. Deze kan je gewoon plakken, kan je gewoon lijmen. En dan is dit het resultaat. Ik vind het echt super mooi. Het voorjaar en de kleurencombinaties en de materiaaltjes bij elkaar vind ik gewoon heel erg mooi. En die curly takken maken het net eventjes af. Dus echt ja, super leuk. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. En jullie hebben nog een winnaar van mij te goed van de maand januari en februari. Die komen hier in beeld. Gefeliciteerd, jullie hebben door jouw pakket of jouw bestelling te delen op Facebook, Instagram of door een review achter te laten een shoptegoed gewonnen van 15 euro en jullie mogen contact met mij opnemen. Goed, ja, dan hoop ik dat jullie dit weer een hele leuke les vonden. Je kan nog meedoen met de winactie van de vorige video. Ik zou eventjes in ietsje hierboven de video zetten en dan kun je daar naartoe en dan kun je nog meedoen. Of deel natuurlijk jouw bloemstuk via Facebook, Instagram of laat een leuke review achter. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog, abonneer gratis en dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!